We beginnen onze tour uit 1959 met de Opel Kaptein van Wim Zwaal, die u ziet op de Dordtse Straatweg op de hoek Eerste Baarnerseweg voor het woonhuis van familie De Kloe. Verpleegstertje op de voorgrond met het zwarte haar, denken wij, is Ineke van de Jacht van de Eerste Baarnerseweg. Haar vader was douanier en gaf ook nog gymles bij de christelijke gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid. Jongen met papieren hoed, die in zijn neus peutert, zou heel goed een van de jongens van de familie Vlier kunnen zijn. Vader Vlier was smid en had een smederij in de Dorpstraat richting Voordijk. Die jongen met het pistool zou een jongen van de familie Tinker kunnen zijn. Verzamelen op het schoolplein, verkleed, beetje spannend, beetje kijken of je toeter het wel doet. En dan wachten op de fanfare om daarna in optocht door het dorp heen te gaan. De juf neemt met de tamboermeter nog even de route door. Want het belangrijkste is natuurlijk dat we wel allemaal tegelijkertijd alle scholen op het Dolmanplein terechtkomen. Waar dan het feest werkelijk gaat beginnen. Muziek klaar, kinderen klaar, daar gaan we dan. Met z'n allen, in een rij, achter de muziek aan, naar het Dolmanplein toe. John de Kloe, verkleed als Chinees. Frans van Duin, zijn neef, verkleed als kabouter. En ja, allemaal op het schoolplein van de school met een Bijbel. En op de achtergrond, de auto die je net in de verte ziet, dat was toen de tijd mijn ouderlijk huis. Wij woonden aan de Baarnerseweg 185. Alle kinderen van alle scholen uit Barendrecht verzamelen zich op het Dolmanplein. Vervolgens wordt er onder leiding van de fanfare allerlei liedjes gezongen. En daarna gaan we weer terug naar school. Maar voor die tijd laten we zien wat we allemaal gemaakt hebben, hoe we verkleed zijn, wat voor mooie praalwagens we hebben gemaakt. Kortom, het is echt feest. Morgen Leo. Morgen. Voor onze ouders was het natuurlijk belangrijk om ons ook te filmen. Dus ziet u hier weer John de Kloe als Chinees. Met aan de zijkant Franny Dijkshoorn en Fred Beekman. En op de achtergrond natuurlijk Wim de Kloe. En als konijn ziet u hier Dirk Vermaat, de bekende Barendrechter. Naast de filmbijdrage van John de Kloe zijn vader, heeft ook mijn vader filmopname gemaakt. En daarom ziet u ook mij op deze film. Verkleed als de rattenvanger van Hamelen, met een blokfluit. En ook wij moesten ons verzamelen om naar het Dolmanplein te gaan. Kijk, daar komt de bovenmeester van de garde. En hij maant ons om naar binnen te gaan en in de rij te gaan staan, zodat we ook in optocht naar het Dolmanplein kunnen gaan. En ja, uiteraard, vader moet nog even zo'n foto filmen. Even wachten op de muziek. En dan vertrekken we door de Loomanstraat en via de Dr. Kuiperstraat naar wat toen nog Dorpstraat heette en nu de Middenbaan is. U zou bijna niet denken dat de Middenbaan er toen zo uitzag, maar echt, dit was onze winkelstraat van Barendrecht. Oh!
Heb je het? Oh, doe je film. Even. Nou, dat is mooi. Dit gezellige familietrafeeltje wat u ziet is in de achtertuin van de familie De Kloe. Met als middelpunt de voor vele oud-Barendrechters nog bekende opa Zwaal. Gunter, ik kom er niet op, maar ik ga er niet op. In wat nu de Piet Heijnstraat heet, ziet u mevrouw De Kloe, Addy Batenburg en mevrouw Bet Batenburg. En op de achtergrond het winkeltje op het eiland van Erven P. Goud. Op het schoolplein van de Dr. de Visserschool werden spelletjes georganiseerd. En u ziet hier Frans van Duin, neef van John De Kloe, in actie. Op de achtergrond ziet u de werkplaats van de elektriciteitswinkel van Jiscoot en Onning. Toentertijd een belangrijke winkel in de Dorpstraat. Op zo'n feestdag werden ook de ouderen niet vergeten. Kortom, ook voor hun is het feest. U weet natuurlijk, het is een familiefilm van de familie De Kloe. En daarom ook wordt er gefilmd hoe de rest van de dag verloopt. Hoe we als gezin gezellig bij elkaar in het zonnetje nog nagenieten van een mooie Koninginnedagviering.